Nou, zo, het is nu vrijdagavond en dat is de 23ste volgens mij, augustus. En het is echt super mooi weer en het is ongeveer 7:30 denk ik of zo. Kwart over zeven. En we hebben maar even besloten om nu vanavond door de sluis te gaan en we rempel voor het eerst te ankeren. Ik denk dat we de zonsondergang zien vanavond. Echt mooi weer. Echt weer even zomer, gelukkig. Okay. Nou, het is ondertussen nu al 7:30. En de Margrietsluis zit er een beetje tussendoor. Dat is leuk. En we liggen nu te wachten voor de sluis. En ook zelfs op vrijdagavond is het druk met vrachtverkeer. Niet met kleine bootjes, niet met zeiljachtjes. Maar daar komt alweer een vrachtboot aan. En vanaf de andere kant moet er alweer een vrachtboot in. Dus al met al is het even wachten. Dus het is sowieso maar goed dat we nu vanavond gaan zijn gegaan. In plaats van morgenochtend, denk ik. Niks net? Nee. Hoi. Nog een beetje opletten, Vasili. Vrijdag zijn we erbij, ik ben niet heel ver. Maar waarom? Oh. Nou, we zijn 8:15 geweest. Dus we, 8:30. Dus we meer dan een dik uur doen we er toch weer over om door de sluis te komen. En dat zelfs op vrijdagavond. Maar kijk eens even hoe mooi de zon al in de zee zakt. IJsselmeer zakt. Dat is wel prachtig. Nou, en er liggen daar allemaal zeilbootjes voor anker. Maar ik weet niet of je dat op camera kan zien. Maar het is ook Glamour Beach. Ik mik nu op jou. We liggen voor anker ondertussen. De ankerbal hangt erin. Moet goed mikken. En de zon is al onder. Het ging razendsnel. Nou ja, en het is eigenlijk al een beetje schemerig. Dus je ziet sowieso al wat minder goed. Ik weet niet, de lichtjes van Lemmer. Wel een leuk gezicht zo. Maar ik denk ook dat je dat weer niet op de camera ziet. Nou, voor het eerst voor mij in ieder geval slapen op het IJsselmeer op het anker. Oh, mooi. Zaterdag 24 augustus, 10:50. Na een nachtje goed te hebben geslapen op het anker, kwamen Anton en Nienke nog even langs. Die hadden in Lemmer gelegen. Zijn even langs zij komen liggen, koffie gedronken. Rustig aangedaan en nu zijn we aan het zeilen. Een soort van. Want veel wind is er niet. De temperatuur is denk ik wel een graadje of 27 of zo. Geweldig natuurlijk. Maar dan is het natuurlijk altijd weer zo dat er niet veel wind is. Dus de genhakker er maar bij. En die staat er wel weer. Nou, kunnen we de wind ook niet helemaal goed inhouden. Want er is niet veel wind. Nou, er zijn ontzettend veel bootjes onderweg, maar dat is ook wel logisch. Zondag 25 augustus. We gaan vandaag binnen door. Er staat geen wind op het IJsselmeer, dus we zijn bij Staveren door de sluis gegaan. En nu mooi tussen de weilanden door en her en der praten we nog even wat mensen aan boord. En met name naast ons hier. We varen op de Vluzen. En we varen protte bootjes, ja. Protte bootjes, hier. Ja. Hier. Bootjes. Bootjes. We varen protte bootjes. 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 Maar wij kom sinds het zaai, ja? Oké. Okay. Dat is het wel hartstikke goed, ja? Vind ik. Nou, even met een liedje stukje filmen. Ja?
ik zou even een stukje filmen. Want we zijn hier bij, waar zijn we nu trouwens? Pas op, 5:00. Waar zijn we nu? Bij IJs. Oh. Dit is IJs. Oh. We zijn er ook druk in het bouwen, met die huizen daar. Ja. Ze stuurt erop. Die ook. Vind je een beetje te shout met die vrouwen hier allemaal, jij? Met die vrouwen in badpakken en zo. Walvissen. Het bootje voor, die heeft ook nog niet aan. Die zijn ook al meer naar rechts, dus. Nee. Het bootje voor heeft dat niet achterom gekregen. Ik denk dat iedereen het een beetje warm heeft vandaag. Een beetje heel erg druk met allemaal kleine bootjes.